van burgemeester van de stad. Ja, luister. Ik ga even onder het lint door voordat ik kom. Hoor je ons daarachter? Ja, het gaat goed. Nou, ik heb nog nooit zo'n mooie lange rij gezien voor een winkel. Hier in Hengelo, welkom. Als u niet uit Hengelo komt, ook welkom. En voor de Hengeloers helemaal. Dit is een groot succes, dames en heren. Leuk dat u hier allemaal bent. Mooi dat je er bent, zeggen ze dan hier. En het is zeker niet op de paraplu natuurlijk. Nee, ook niet op de aanbiedingen. Nee, ook niet. Het is louter omdat u zo blij bent met de nieuwe winkel. Nou, ik wel. En ik moet ook zeggen dat ik heel blij ben met de ANWB-winkel. Want de ANWB-winkel is voor u, blijkt, altijd een heel mooi punt in de stad, in de binnenstad. Om daarnaast nog heel veel aantrekkelijks te maken rondom een ANWB-winkel. Dus het is een magneet voor de binnenstad. En daarom zeg ik mede namens wethouder Wieger Mulder binnenstad, dat ik de ANWB-winkel weer welkom heet in de binnenstad. Ik had er woensdag wel een zwaar hoofd in. Toen ik hier de kermis opende en ik hier langs liep, toen dacht ik, in deze puinhoop moet dat het gaan worden. De TL-balken hingen nog aan het plafond. En jullie hebben dus echt een prestatie neergezet van heb ik jou daar. Want je moest nog tussen de achtbaan en het reuzenrad doorlopen met al die zaken. Het is gelukt. En zelfs op zondag zag ik jullie hier met velen aan het werk. Dames en heren, het is een prachtige winkel geworden. Hebt u allemaal uw ANWB-pas? Houd hem eens omhoog. Ja, ik zal er zelf ook even bij pakken. Ja, heel goed daar. Ja, is die nog geldig? Ja, is nog geldig. Dames en heren, we gaan hem nu openen. Ik wens u, doet u voor, houd hem niet over elkaar heen, geen gemonden enzovoort. Hier de schaar. In drievoud gaan we nu de winkel openen. En ik wens jullie allemaal heel veel plezier. En jou en je team heel veel succes hier in de binnenstad. Applaus! Jawel! Ik geef